Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag donderdag 22 juli. Vandaag in het journaal. Onderzoek naar werking ivermectine tegen COVID-19. De druk op de zorg, nog onder druk. Laat je gauw vaccineren. Gevallen stijgen wanneer we gauw tevreden zijn. Deze waarschuwing komt van de directeur van de PAHO, Carissa Etjen. Veldhospitaal opgezet op het terrein van het regionaal ziekenhuis De Waardeke. De afgelopen 24 uren is het voor het eerst tijdens de derde golf 20,9% mensen positief getest. Het percentage moet onder de 10% zijn om te kunnen praten over verdere versoepelingen. We kunnen dan stappen uit code paars. Als we kijken naar de druk op de ziekenhuizen, 31 mensen worden behandeld op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen. 91 mensen liggen in het ziekenhuis, terwijl 961 mensen die besmet zijn in thuisisolatie zitten. De druk op de zorg is er nog en zitten de ziekenhuizen nog in code zwart. Dat zegt de directeur van het Waardeke ziekenhuis, Jason van Genderen. We moeten ons snel laten vaccineren om uit deze pandemie te stappen. Het gevaccineerd zijn betekent niet dat je volledig bent beschermd. Ik denk dat voor geen enkel vaccin dat het geval is. Ze geven dus wel aan dat je tot een bepaald percentage beschermd bent. Maar wat wij vergeten is, we zijn gevaccineerd, maar we zitten nog steeds in een pandemie. We zitten nog steeds in die derde golf, waar de besmettingsgraad een bepaald percentage heeft. Dus willen wij dit stukje overbruggen, dan vragen wij of willen wij dat de mensen zich 100% in feite immuun houden ervan. Toch? Dus beschermen tegen deze COVID-19. En als je gevaccineerd bent, je bent dat we zeggen voor 60-70% beschermd. Maar daarnaast ontsmet je je handen. Daarnaast trek je je mondkap op. Ben je in feite 90-95% beschermd met alles erop. En kan je ook de mensen ook niet besmetten, toch? Als je het hebt. Dus het is in feite die zekerheid om uit deze pandemie te komen, om de cijfers te doen dalen, toch? Dus dat gedeelte vergeet men. Oh, dus ik ben gevaccineerd. Maar we zitten midden in een pandemie waar een ieder om je heen, we hebben die grip niet, we weten niet wie besmet is, we weten niet welke gebieden de meeste besmettingen hebben. Vandaar code zwart. Dus willen wij eigenlijk dat de mensen zich volledig beschermen daartegen. Het moment de vaccinaties al een piek hebben bereikt en dat meer dan de helft van de bevolking is gevaccineerd, gaan we merken dat de cijfers dalen. En dan kunnen we gaan kijken, wat kan nu er vanaf? Wat kunnen we dus nu anders gaan aanpakken, zodat de mensen zich ook op dat gedeelte kunnen gaan versoepelen? Maar nu zitten we nog in die pandemie en vragen we iedereen om zich 100% te gaan beschermen. Mohana, alles, de maatregelen volgen, alleen om hieruit te komen. Want die druk is er nog steeds op de gezondheidszorg. Er zijn nog steeds patiënten die wachten op een IC-bed. Er zijn nog steeds patiënten die wachten op een ziekenhuisbed. Daaruit moeten we eerst komen voordat we kunnen zeggen van, nu kan men zonder een mondkap of wat dan ook. We moeten onszelf nu volledig gaan beschermen. Het vaccinatieproces loopt gestaag. We zijn niet echt tevreden met het verloop, zegt dokter Steffen Vrede in een gesprek met Clifton Braham tijdens het wekelijks opbelprogramma VRS-TVS. Niet zomaar een prikje. Voor de infectioloog is het heel somber, omdat hij zich ook bezighoudt met de COVID-zorg in de ziekenhuizen. En merkt op dat de mensen die er ernstig ziek bij liggen, niet gevaccineerd zijn. Het verloopt gestaag. Laat ik het zo zeggen. We zijn niet erg tevreden, omdat we vinden dat de snelheid waarmee mensen zich aanmelden en de omvang is toch wel duidelijk minder dan in de maand mei. Ja. Toen waren er enorm veel mensen op allerlei plekken. Het was erg druk. En ons doel is natuurlijk, we zijn pas blij als meer dan 75% van de bevolking gevaccineerd is. En de laatste maand is het eigenlijk toch wat minder geweest. We weten niet precies hoe dat komt. Op een gegeven moment is er een uitbreiding geweest naar alle leeftijdsgroepen. Althans, ja. Vanaf 18 jaar kon men zich vaccineren. Dus alle mensen onder de 40, zeg maar, die zaten te wachten op vaccinatie, die zijn toen massaal komen vaccineren. Maar nu blijkt er toch een vrij grote
groep mensen te zijn die niet komt vaccineren. En dat stemt mij vooral een beetje somber, omdat ik zelf ook betrokken ben bij COVID-19-zorg in het ziekenhuis. En wat ik zie, tot mijn groot verdriet, is dat de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, die heel ernstig ziek worden en waarvan er helaas nog dagelijks enkele overlijden, vrijwel dagelijks enkele overlijden moet ik zeggen, want er is één dag geweest waarop er niemand was overleden, maar die dag was echt een uitzondering in wel 100 dagen geloof ik. Dat zijn allemaal mensen die niet gevaccineerd zijn. Of vrijwel allemaal mensen die niet gevaccineerd zijn. En dat is toch jammer. Ja. Omdat we weten dat je met vaccinatie een heleboel leed kan voorkomen. Dus er zijn nog steeds mensen die zich komen vaccineren elke dag. Ik ben ook blij dat door de aanwezigheid van Sinopharm, waarmee we nu sinds ruim een week aan het vaccineren zijn, dat heeft weer een boost gegeven. Er zaten mensen speciaal op Sinopharm te wachten. Ja. En die zijn nu gekomen. Maar ook dat is denk ik nog niet zo massaal. Ik had gehoopt, dit weekend zijn er, ik heb begrepen, iets van 2500 mensen gevaccineerd. Ja, maar er zijn ook weekends geweest in het verleden waarop 10.000 mensen hebben gevaccineerd. Ja. En ik denk dat we nog meer moeten doen om de mensen te overtuigen dat de enige weg uit deze misère is vaccineren. Nieuwe gevallen van COVID-19 zijn vorige week in Midden-Amerika, het Caribisch gebied en enkele Zuid-Amerikaanse landen sterk toegenomen. Dat meldde de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, dat is de PAHO, Carissa A. Chen. Gevallen stijgen wanneer wij te snel tevreden zijn, waarschuwde ze. En dat deed ze tijdens een persbriefing. We zijn allemaal moe, maar na het ervaren van opeenvolgende pieken van infecties op dezelfde locaties, moeten we deze cyclus doorbreken door het vroeg en consequent omarmen van volksgezondheidsmaatregelen. Ze voegde er echter aan toe dat het aantal gevallen toeneemt in Argentinië. En het hoogste niveau heeft bereikt in Colombia, wat zorgen baart over het vermogen van de gezondheidszorg om het virus het hoofd te bieden. Aangezien 98% van de IC-bedden al in gebruik is. As of this week, our region reported nearly 74 million cases and 1.9 million deaths from COVID-19, accounting for more than a third of COVID cases and more than 40% of deaths reported worldwide this week. And while new cases are down nearly 20% from last week, many countries, including the United States, are seeing a resurgence of infections. In North America, the United States of America and Mexico are reporting an increase in new infections across most states. Many Central American nations are also seeing cases, including in El Salvador, where a consistent increase in daily cases was noted between late June and early July, and Guatemala, where at departmental level, there was surges in COVID deaths in the past 2 weeks. In the Caribbean, infections are also going up. Cuba reported the highest number of weekly cases since the start of the pandemic, and cases have tripled in the British Virgin Islands just weeks after reopening to cruise ships. Meanwhile, South America is reporting a mixed picture. COVID infections, hospitalizations, and deaths are dropping across most of the continent, including in Brazil, Peru, Uruguay, and Chile. However, infections are once again mounting in Argentina and in Colombia. They are reaching their highest ever levels, raising concerns about the health system's ability to cope, as 98% of ICU beds
are already in use. Wanneer er zorgwekkende varianten circuleren, vervolgde zij, is het des te belangrijker dat landen de surveillance opvoeren, vooral nu de vaccinatiegraad laag blijft. In totaal heeft Amerika bijna 74 miljoen COVID-19 gevallen en 1,9 miljoen sterfgevallen gemeld, meer dan een derde van de COVID-gevallen en meer dan 40% van de wereldwijd gemelde sterfgevallen. Dr. Etienne waarschuwde dat de pandemie ernstige sociale en economische gevolgen heeft. Dr. Etienne vestigde de aandacht op de donatie van bijna 12 miljoen vaccindoses door de Amerikaanse regering aan landen op het Pan-Amerikaans continent en zei dat er met de hulp van de PAHO nog meer opkomst zijn. De afgelopen dagen hebben de Surinaamse en Amerikaanse experts samengewerkt om het veldhospitaal dat Suriname onlangs gedoneerd kreeg van de Amerikaanse regering op te zetten. Het veldhospitaal staat op het terrein van het regionaal ziekenhuis Wanica RZW. Het moderne veldhospitaal is nu in staat om COVID-patiënten op te vangen. Het veldhospitaal is volledig equipped. Het bestaat uit 40 bedden met een mogelijkheid voor een IC-afdeling. In een van onze afleveringen van het COVID-19-journaal hadden we een jonge dame die haar verhaal deelde met ons. In haar relaas gaf ze aan dat ze heel veel twijfels had om zich te laten vaccineren. Omdat ze bang was dat het vaccin haar vruchtbaarheid kan aantasten. En dat ze geen kinderen meer zou kunnen krijgen. We nemen u terug naar het moment waarna infectioloog Dr. Steven Vrede en microbioloog Jan Veel erop in zullen gaan. Ik heb ook aan mijn huisarts uitgelegd van dat ik documenten gelezen, want ik ben iemand die loopt lezen. Ik ga niet graag met de stroom mee, ook al praat ik niet veel. Maar ik heb gelezen en ik heb gelezen dat het AstraZeneca-vaccin je fertiliteit uiteindelijk, het heeft invloed op je fertiliteit. En dat is eigenlijk een reden waarom ik besloten had niet te vaccineren. Nou, dat kan je beweren, maar het is eigenlijk nog nergens goed aangetoond. Wat er altijd met virussen is, virussen worden door cellen opgenomen. Ik doe overigens even mijn mondkapje af. En dat mag ik doen omdat ik gevaccineerd ben en omdat ik voordat ik hierheen kwam, ook aangetoond heb dat ik het virus niet bij me draag. En ik heb ook begrepen dat u gevaccineerd bent en dat u gevaccineerd bent en mijn collega is ook gevaccineerd, dus ik durf dit te doen. Dat mag beweerd worden, maar wat er dan voor nodig is, dat virus, zeg maar, cellen binnenkomt die betrokken zijn bij de vruchtbaarheid en die cellen zodanig veranderen dat ze niet goed, zouden functioneren. Nou, dat is niet waar, want de cellen die waar dan binnen gegaan moet worden, die zijn niet ontvankelijk voor dit virus. Dus dat is wel wat je nodig hebt. En aan de andere kant kan het zo zijn, omdat een virus en een cel in uw lichaam, met name in uw longcel, enorme ontstekingen laat ontstaan, dat er via de algemene reactie van ontstekingen, dat je dan zegt van dat kan mogelijk een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid. Maar dat zou dan uitsluitend gelden wanneer het zo was dat u een corona-infectie opliep. Want de ernst van de ontstekingsreactie bij zo'n corona-infectie is waanzinnig in vergelijking met vaccinatie. Dus als het al waar zou zijn, zou het bij een infectie met corona veel ernstiger zijn dan zonder. En ik heb er geen kennis van dat dit zo is. Ik moet u zeggen, ik heb de laatste week de literatuur niet bijgehouden, maar daarvoor is mij niet gebleken dat dat zo is. Wel, wat losani, is dit op net en mino kan tegen zijn briebi en zijn inom briebi, maar dit is nou af de sani sa notru. Want net zo ade
je absma sa e potwan peer na de anu da de peer e leti de fentak na a vaccin e leta peer. Trasma e potwan cholu na de anu of wa munt tap de anu. Dus alle trasma e tak je trauma ya piapi trauma. Dus alle soort sane taki. En atorisi na net so wan sani. Toch? Tak inoman kis chimoro. Ano ap next te maken aan dati. Ano true. Oké. Okay. Ano duidelijk, true. Duidelijk. Ook de hoofdkapitein van Drietappertje, die onlangs zijn eerste prik heeft gehad, hekelt zich aan het feit dat men valse berichten verspreidt over het vaccin. Laat je goed informeren en luister naar de wetenschappers. Johan roept Allah op dat je spoit die jou kan juken voor je spoit je ook tegen spoit om alle kinderen zijn de mij potina als social media daar mij Google poti kopoda en pacifica ja na daar mij pot gloeilamp de poti periode periode. Alla de sande na soso lei de my photoshop de kayo masanda de my mitite san kona wala de pocheta ka san sache yo dede te tika spoiti mi wante yo ke kapitalishina usevia la usabi mi taki as spoiti na iduna wasanya nga ya kidai kibifi libi mola nga nga yanga ifamia nga ala isama tu chasikia kwa ifache bika sikia na kuku ne ne dede chakishi ai beta fu de my poti didon chakishi tu tu da de my poti sur stuff gi ai beta fu yo don kane bena tu wiki ali fi longa ko mo bigi. Dat de maupotja zijn de gida, de maupompo winta gifi sa talibi. En if jabi hoge bloed, de bakai kai onderliggende aandoeningen, ne jabi de sande, as sikia ochai dede kwayo. Dus me kayo nu, taki alasama, u tekias poiti, bika o me famia enimios tekias poiti kaba. Aso me rupu op taki u tekias poiti, aso mi taki anga diokanis denge, aini neng, fuaga mafaliba. En zo zijn we weer aan het eind gekomen van dit journaal. Vergeet niet de juiste kanalen te volgen voor de juiste informatie, maar ook als u wilt weten waar u kunt zijn om gevaccineerd te worden. Laat je ook testen bij elk griepverschijnsel. En als je eenmaal getest bent, blijf thuis en wacht het resultaat af. Omdat gebleken is dat wanneer mensen zich laten testen, ze zich toch begeven tussen mensen. En wanneer het resultaat binnenkomt, horen ze dat ze positief zijn bevonden. Maar dan zijn ze al in contact geweest met meerdere mensen. En zo blijven die cijfers stijgen. We zien een dalende trend. Cohoring. Cohoring zo. Met Beguno. Clifton Bram, die zit morgen hier om het journaal te presenteren in het Serenang Tongo. Taboom.